Vandaag ga ik voor jullie met mijn VNP-klas spelen om te kijken wat ik kan gaan doen met deze klas. Vergeet je blauwe duimpje omhoog niet laten houden, natuurlijk enorm. En als je deze klas vindt, neem hem over. Want wie weet kan je er ook wel chille scores mee neerzetten. We gaan kijken of we dat kunnen gaan doen. Dus laten we gaan naar de gameplay. Dus let's go. Alright, we zijn dus hier zo op Newtown 2065 aangekomen. Met onze Mighty VNP. Mijn aim is zo slecht. What? Oké, je moet er echt even wat aan gaan doen. Ik speel met de Vision Pulse om een keer wat door de muren heen te kunnen zien. Het lijkt me wel leuk om een keer een beetje wat afwisseling in de specialist te gebruiken. Dus dat doen we dan maar ook. Maar op mijn VNP heb ik Quick Draw, Stok en Grip staan. En heel veel mensen zeggen dat Stok niet goed is op je VNP. Maar probeer het eens een keer, jongens, voordat je dat zegt. Want het is zo... Maar dan ook echt zo chill om te gebruiken dat je dan zo soepeltjes door de map kan lopen. Echt waar, ik dacht ook eerst dat het echt helemaal niks was. Totdat ik het ben gaan gebruiken. En toen heb ik echt... Ben ik echt van mening veranderd. Dat moet ik zeggen. Dan gebruik ik het nu ook. Dus probeer het uit. Als niks is, kan ik het gelijk weer afhalen. Maar je weet het nooit, weet je. Als je het niet probeert. Weet je ook niet. Of het chill is. Of niet chill is. En ik heb... Nu een 7-streak. Dus beter kunnen we even de hete halen. Zo, mijn aim is echt bad, jongens. Spelen maar tegen weinig enemies, dus daar moeten we even rekening mee houden. Oh, dat was mijn kill van mijn hater. Oh nee, nog niet, want ik moet nog een half kill. Hij zit hier boven. Nog één assist. Ik heb nog 21 kogels. Shit, ik moet ammo hebben, jongens. Hier ligt ammo. Nice. Dus gaan nu op handen dadelijk. Moet uitkijken. Oh, dat is teammate, gelukkig. Oké. Pak heel even die weevil op, voor de zekerheid. Ik heb een hater namelijk. Let's go. Jammer, teammate. Haha. Wou niet meer even mijn kill nakken, jongen. Wat een vent, zeg. Kom maar naar binnen. Hoe survive ik dit? Geef me even al die ammo packages. Ik moet natuurlijk mijn VNP gebruiken. Daar is deze video voor. Oké, laat maar even mind. Let's go. Het is boven weer natuurlijk. Ik moet even een nieuwe hate halen, jongens. Ik moet 400 punten. In mijn rug. Oh, ik zat op mijn 17 streak. Wat? Ik zat op serieus op mijn 17. Wauw. Als ik dit had geweten, had ik even wat rustiger gaan spelen. Had ik gewoon een nuclear kunnen halen. Easy peasy. Oké, wacht. We gaan proberen niet meer dood te gaan. Huppakee. Zo doe je dat. Gewoon op de back, jong. Misschien kunnen we dan gewoon wel 30 om 1 gaan. Het lijkt net of we een nuclear hebben gehaald, weet je. We doen gewoon stoer dat we een nuclear hebben gehaald. Maar daar hebben we geen nuclear gehaald. Oké, die zit daar. Teammate. Ja! We hebben geen nuclear al. Het kan niet meer. Fuck my life. Mijn aim was op een gegeven moment echt wel even on point. Maar ja, nu weer niet meer. Oké, jou eerst. Jij moet nou toch reloaden die hier zit. Of hij is al dood, dat kan ook. Nee, quit hier. Kom maar. Dit snap ik dus niet. Ik kill hem in fucking 30.000 kogels nog niet eens. En hij kill mij in 3 kogels. Maar oké. Connectie, hè. Lekker bezig op Black Ops 3. De servers zijn inderdaad een paar dagen echt wel helemaal kapot gewoon. Hier, nu weer. Maar kijk, ze zitten allemaal boven. Althans, één zit er boven. Fuck. FFR. Jammer, jongen. De FFR is echt slecht. Ik zweer het je. Echt slecht. Ik moet er binnenkort nog eens een keer een video mee maken. Ik moet hem even de Dark Matter halen. Als ik hem een Dark Matter heb. Ga ik hem nooit meer aanraken. Maar we gaan wel lekker, jongens. Jemig. We gaan echt lekker. Hier, ja, pakken we ook. Drie man. Mijn één. What the fuck? Mijn kogels gaan zo snel op.
Oh mijn god, ik sla iemand neer. You're kidding me right now, hè? Ik heb nog een hater gehaald. Ik heb nog gewoon iemand neergeslagen. What the fuck? Oké, ligt ammo hier zo. Let me grab that ammo. And don't die. Ammo packjes. I want them. Oké, let's go. Potje zit er bijna op. Hier is die. Nog één UV erin callen. Eén kill nog. Oké, het zit erop. Holy shit, 37-3 is mijn eindkom op dit moment. Dus, mocht je nou genoten hebben van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Op mijn VNP had ik nogmaals staan de grip, quick draw en de stock attack. Probeer het gewoon uit. Wie weet ga je daar wel super lekker mee. Ik ga er in ieder geval wel lekker mee. Dus, thanks for watching. Vergeet je blauwe duimpje omhoog achterlaten. Helpt natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. En vanavond bij een nieuwe livestream. Dus jongens, later.